We gaan dus even alle piepjes van de Outlander killen. Het ziet er dramatisch uit, maar het dashboard krijg je makkelijk open door eerst de zijpanelen eraf te trekken. Een klein schroevendraadje helpt. Zo kun je al heel veel zien. Het eerste paneel zit achter de tellers. Dat zit maar met één schroefje vast en daarna een heleboel clipjes. Je ziet, de luidspreker heb ik hier gewoon afgezaagd. Het tweede piepje is van de achteruitrijen. Je zoekt naar dit unitje. Die zit achter of onder de autoradio en dan moet je dat blauwe piepertje hebben. Het derde pieper die zit in de achterklep. Je kunt de achterklep opentrekken en de stekker los. En de vierde zit onder de achterbumper.